Het lentewandelgangen Kunduz Regenboog, 5 partijen akkoord. 7 weken zat de gedoogcoalitie bijeen in het Catshuis om een begroting voor het volgend jaar op te stellen. Tot de Mozart van Venlo de handdoek in de ring gooide en het zaakje opblies. Ik zeg tegen onze kiezer, of ze nou Henk en Ingrid of anders heten, wij hebben onze rug recht gehouden. Rutte haalde Jan Kees de Jager van stal. En Jan Kees raasde als een menselijke rekenmachine door de gangen van het Binnenhof. En zie daar, binnen 36 uur, ze waren eruit. Een spasme, om niet te zeggen een orgasme van politieke extase, voer door de natie. Complimenten ook aan mijn collega's. En inderdaad, ik prijs alle collega's voor de inzet. Minister De Jager, die ik denk ik ook namens ons allemaal heel erg moet bedanken. En zijn ambtenaren voor alle hulp die we hebben gekregen. In de opwinding vergat de coalitie het akkoord te framen met een mooie naam. Dus dat deden Emiel Roemer en Diederik Samson snel. En zij spraken van het Kunduz-akkoord. Een beetje vals natuurlijk. Maar aan de andere kant, het was dezelfde coalitie als destijds met Kunduz. Jan Kees de Jager had zich in de wandelgangen het vuur uit de sloffen gelopen. Dus zeiden mensen, het is eigenlijk het wandelgangenakkoord. Of moest het misschien iets met die kleuren? Je hebt 3 keer groen, 2 keer blauw en 1 keer rood. Maakt bruin. Maar als je die kleuren gescheiden houdt naast elkaar, dan krijg je het regenboogakkoord. Beetje gay misschien, maar wel sympathiek. Maar zoals dat gaat met framing, de eerste klap is een daalder waard, dus het werd het Kunduz-akkoord. Niet leuk voor de deelnemende partijen natuurlijk. Ik bedoel, Kunduz is een politiek mijnenveld. Het is trouwens ook een echt mijnenveld. Dus een mislukking daar zou onvermijdelijk ook weer terugslaan op de nieuwe samenwerking hier. En dus ondernamen de Kunduz-partijen vorige week een poging om van die naam af te komen. Nee, het moest het lenteakkoord worden, zei Jan Kees de Jager. Een nieuwe lente, een nieuw akkoord. De NOS liet zich niet nog een keer framen en kwam met een eigen naam. Het 5-partijen-akkoord. Dus nu hebben we er 3. Links spreekt van het Kunduz-akkoord. Rechts spreekt van het lenteakkoord. En de staatstelevisie spreekt van het 5-partijen-akkoord. Dat is nog eens een akkoord. Weet u nog, toen Prince, de Mozart van Minneapolis, geen Prince meer wilde heten, toen doopte hij zich om tot The Artist Formerly Known as Prince, afgekort TAFKAP. En dat werd weergegeven in een speciaal symbool. Ik denk dat wij met dit akkoord ook zoiets moeten doen. Wij noemen het voortaan The Accord Formerly Known as Kunduz. Dus dat wordt dan TAFKAK. TAFKAK. En we duiden het ook aan met een speciaal symbool. Kijk, het is gebaseerd op het Griekse symbool voor de chaos, namelijk al die verschillende richtingen. Maar het is natuurlijk wel één hoofdrichting ook. Hè? Dit is hem. TAFKAK, het TAFKAK-akkoord. De TAFKAK-coalitie. Het TAFKAK-kabinet. Ik kijk er nu al naar uit.